Hallo, beste lezers van dit blog. We bespreken dit keer de voor- en nadelen van deeltijdwerk voor zowel werknemers als werkgevers, besproken in een blogpost met de titel Het personeelsbestand opnieuw definiëren: Het part-time paradigma voor wederzijds succes omarmen. Vandaag ga ik dieper op dit onderwerp in met een begeleidend script van drie minuten dat de belangrijkste punten van onze discussie belicht. Dus pak een kop koffie of thee, water en laten we aan de slag gaan. Laten we eerst eens kijken naar de voordelen van deeltijdwerk voor werknemers. Deeltijdwerk kan zorgen voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven, minder stress, mogelijkheden voor het ontwikkelen van vaardigheden, meer flexibiliteit en financiële stabiliteit. Hierdoor kunnen individuen hun persoonlijke en professionele leven effectiever beheren, terwijl ze verschillende interesses verkennen en waardevolle ervaring opdoen. Er zijn echter ook enkele nadelen. Deeltijdwerknemers kunnen te maken krijgen met beperkte loopbaanontwikkeling, verminderde secundaire arbeidsvoorwaarden, minder werkzekerheid, gevoelens van sociaal isolement en inconsistente schema's. Deze uitdagingen kunnen van invloed zijn op de financiële zekerheid op de lange termijn en de algehele werkvreugde. Laten we nu onze aandacht richten op de voordelen van deeltijdwerk voor werkgevers. Het inhuren van deeltijdwerkers kan leiden tot kostenbesparingen. Toegang tot divers talent, verhoogde productiviteit en grotere flexibiliteit. Door part-time personeel in dienst te nemen, kunnen organisaties hun middelen optimaliseren, bekwame professionals aantrekken en zich effectiever aanpassen aan veranderende werkdruk en marktomstandigheden. Aan de andere kant kunnen werkgevers worden geconfronteerd met uitdagingen zoals integratie, training en onboardingkosten, complexiteit van prestatiebeheer. Kennisdeling en continuïteitsproblemen, en uitkeringsadministratie. Deze uitdagingen kunnen het managen van een parttime personeelsbestand complexer en tijdrovender maken. Tot slot biedt deeltijdwerk zowel voordelen als uitdagingen voor zowel werknemers als werkgevers. Naarmate het personeelsbestand blijft evolueren, kan het begrijpen van deze voor- en nadelen organisaties en individuen helpen weloverwogen beslissingen te nemen over het omarmen van deeltijdwerk? Voor werknemers is het van essentieel belang om de voordelen van flexibiliteit en de balans tussen werk en privéleven af te wegen tegen mogelijke nadelen, zoals beperkte loopbaanontwikkeling en verminderde secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor werkgevers kan het zorgvuldig overwegen van de uitdagingen en het implementeren van strategieën om de bijdrage van deeltijdwerkers te optimaliseren, leiden tot een inclusiever en dynamischer personeelsbestand. Bedankt dat je hier vandaag bent gekomen, en ik hoop dat dit begeleidende script waardevolle inzichten heeft opgeleverd in het paradigma van deeltijdwerk. Bekijk zeker ook de andere bijdragen op dit blok voor meer diepgaande discussies over dit onderwerp en vele andere.